Jikke Oorsinga, ik wil Moeke Jikke Njemt, maakt namen als de oudste hotelhoudster van Nederland. Een markante vrouw die op haar 90ste nog hield iets achter de bar stiet. Na haar die in jontje 95 vertutte is het hotel en komt zelfs leeg te steen. De boetenkant wordt in opdracht van woningbouwcorporatie De Wieren nog wel renoveerd. Maar zo'n 2009 is eens net duidelijk wat de bestemming van het gebouw wordt. Omdat de familie hard naar Veenstra erin stapt. Drie zusters zullen het hotel te naai runnen. Nou ja, het is gewoon een supermooi pand. In de binnenstad, bij de waterpoort, de kolk heb je natuurlijk. Het is gewoon een supermooi plek. Ja, hier is echt iets moois van te maken. En het is ook zonde dat het al zo lang leeg staat. Dus het is ook een eer dat wij het kunnen doen en mogen doen. Het nieuwe hotel krijgt nog een kermis. Maar Safir is het nog net. Want voor het bouwbedrijf is het net een duistig putje. Ja, je moet de hele indeling moet je weer op naar erin zetten. En in al het gebouw, het is elke keer beslist net rug. Dus je moet de oorlog weer proberen het naar je rug te maken. Onpassen op het oude brieken. Je moet dus net altijd het wetten pasbroeken. De verbouw maakt het wel wat los in snits. De ieren naar de oren oud stamgast komt even om het hoekje zien. Ik win naar Scherig, ja. Want het is alweer zo lang geleden dat het hier allemaal vertrokken is met jikken en dat soort dingen. Het is schitterend mooi nu dat het wat verbouwd. We kwamen hier zondagsmorgens en dan gingen we hier biljarten bij Moeke Jikke. En dan moesten we eerst het spul opruimen van het biljart, want er leidde dan allemaal was op. En ze zeiden eerst de boel opruimen en dan geen biljarten. Maar sneukens ben ik wel wat kritisch. Vielt dat ik als een beetje zo druk? Het is geen druk. Dat niet hoor. Zo voelt het ook niet. Het is alleen maar hartstikke leuk en de mensen zijn welkom. En ja, we willen gewoon een gastvrij gevoel creëren.